Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In 2011 bouwden we onze eerste minicamper en onze eerste trip was naar Denemarken en Zweden. Na 10 jaar en verschillende campers verder hebben we een switch gemaakt naar de caravan, onze Puk. Wij zijn Floranke en Gideon en willen nieuwe avonturen beleven met onze Mini en Puk. En in deze video maken we een roadtrip door Denemarken en in de volgende delen ook naar Zweden. Goedemorgen. Wij zijn gisteren dus vertrokken vanuit Nederland naar Denemarken. En we staan vannacht geslapen op de Dala camping in het plaatsje Heuer. Dat is deze voorbeeld. En we hebben gisteravond door de camping-eigenaar een hele briefing gekregen. En een grote uitleg gekregen over de omgeving. En hierbij ook zeg maar, een pak aan documentatie en informatie. Nou, dat is super lief van die meneer en aardig. En we hebben ook zeg maar, per plaats hebben doorgekregen. Wat er in die plaats te doen is en te zien is. En nou goed, we gaan de komende dagen dus ons prima van maken. En met deze gaan we even een ontbijtje klaarmaken. En daarna gaan we de omgeving, hoe zeg je dat? Verkennen. Verkennen. Onveilig maken. De apotheek in Tunner. De oude apotheek van de 16e eeuw is omgebouwd tot een souvenirswinkel met 3 verdiepingen en 46 kamers. Met een maar uitgebreid collectie aan souvenirs en in de kelder zelfs 365 dagen kerstafdeling. Thank you.
Oldgaarde. Oldgaarde is Tunners mooiste straat met smalle oude huisjes. Meukeltunner. Meukeltunner heeft de mooiste dorpsstraat van Denemarken, met het Skakenburg Slos. We zijn onderweg naar Bredebro. Daar hebben ze een speciale winkel van Legoland. Met bijzondere bouwdozen en speciale Lego-sculpturen die in het Legoland pretpark hebben gestaan. Tevens krijg je in deze winkel ook grote kortingen. Nationaal Park Waddenzee is het grote nationale park van Denemarken. In juni 2014 is het Deense deel van de Waddenzee door UNESCO benoemd tot werelderfgoed. Ongeveer 80% van het nationaal park is werelderfgoed geworden, waardoor het hele Deens-Duits-Nederlandse Waddenzeegebied een werelderfgoed is, van Hoburg in Denemarken tot Den Helder in Nederland. De hele Waddenzee is 's werelds grootste samenhangend getijenwatersysteem met grote droogvallende platen, barrière-eilanden en ondiep gebieden. Er liggen drie grote eilanden in dit gebied:
Faneu, Mandeu, Reumeu. Die laatste zullen we nog gaan bezoeken. Dat zien jullie in de volgende video. Gaan we eten vanavond? Hallo,